We hebben onze campingplek, we hebben al gechilled aan het zwembad. Nu gaan we eerst even wat eten aan het strand en dan gaan we werken voor de Landzak. Dag 2 in Tarifa en wij gaan de dag beginnen met een lekkere beach workout. De eerste ronde zit erop. We hebben 10 interval sprints gedaan. Eigenlijk geen sprints, maar tempoversnelling tot 80%. En dat eigenlijk direct achter elkaar. Nu gaan we nog een krachtcircuitje doen. Ik denk 5 oefeningen. En die achter elkaar vlammen. Vanochtend een super lekkere beach workout gedaan. Maar nu zitten we in een heel chill, relaxed tentje. Lekker te werken, een paar uurtjes. We hebben goede wifi. En het plan is eigenlijk om nadat we klaar zijn met werken, te gaan douchen. Dan gaan we naar Tombouw. En daar is het blijkbaar live muziek. Iedereen die lekker op het strand zit te chillen, zonsondergang. Echt een hele surfer vibe. We are about to leave Tarifa. Ik weet niet of jullie mij horen, maar wij zijn nu onderweg naar Portugal. En het is warm. Maar we hebben nog steeds plezier. En we zijn bijna in Portugal. Toch, boys? Yeah, bro! Weet je deze camping? Camping van Bella? En mag ik dit verdutje shirt ervan? Okay. Jo, die vraagt zich net af hoe deze camping heet, Camping Favela. Hey. We zijn echt in een griebus hebben geslapen. Voor 25 euro met z'n drieën. 29,50 jongen. Oh, 29,50. Jongen. Met elektriciteit, camper. Openbaar. Tent. En 3 personen. 29 euro. Kun je je voorstellen waar wij in terecht zijn gekomen? Maar we gaan vandaag wel surfen. 2 surfsessies van 1,5 uur. En we hebben er keiveel zin in. Jullie zien hem, mensen. Wetsuit aan doen is nog niet zo makkelijk. Wetsuit is half aan. We gaan het zien, we gaan het surfen. Ik denk dat het best wel moeilijk wordt om hier te vloggen. Want ja, we moeten onze camera's en zo gewoon wegleggen en we gaan het water op. Maar ik ga proberen om zoveel mogelijk shots te maken en anders met de GoPro. Helemaal gesloopt. Aha. Misschien 1,5 uur of zo gesurfd in totaal. Maar de golven werden steeds iets heftiger. Met de bot.